Bij vraag 5 gaan we de verkoopprijs per CD berekenen. Nou weten we dat de omzet, dus de opbrengst van alle verkochte CD's, 623.310 euro is. Niet 210. En als we die delen door het totaal aantal verkochte CD's, 39.450, dan weten we dus hoeveel de prijs is die we ontvingen per CD. Dat is 15,80 euro. Bij vraag B moeten we dan berekenen wat de bruto winst is per CD. Nou, als we nou een opbrengst hebben per CD van 15,80 euro en een inkoopprijs. Van 10,30 euro. Dan hebben we dus een bruto winst. Want de bruto winst is de verkoopprijs. Of de omzet. Of de verkoopwaarde. Min de inkoopwaarde. Of de inkoopprijs. Als je het over één product hebt. Als je het over één product hebt. Dan heb je het over de inkoopprijs. Heb je het over alle verkochte producten. En heb je het over de inkoopwaarde. Nou. Hier komt 5,30 euro. 50 Uit. En dan is de laatste vraag, vraag C. Bereken de totale bruto winst die behaald werd met de verkoop van CD's. Als je nou met één verkochte CD uh, 5,50 euro verdient. Ja, als je er dan 39.450 verkoopt, doe je dat gewoon een keer. En daar komt uit het mooie bedrag van 216.000. 975, dus dit is de totale bruto winst die het warehuis heeft gehaald.